Hi, goedemorgen. Het is 10 uur. Ik ben net pas uit mijn bed, want de katten lagen op schoot. Dus dan kan ik niet opstaan. Het is heel erg. Maar omdat ik dan ook niet per se een deadline of zo heb, of een reden waarom ik echt uit bed moet komen, blijf ik dan ook maar gewoon liggen, omdat het zo gezellig is. Kijk, Furby ligt. Altijd in de badkamer, omdat we daar vloerverwarming hebben. Maar om je een klein inkijkje te geven in mijn ochtend, hier wat beelden. Je wil wel aaien, kom dan dichterbij. Waarom gaan katten altijd net daar staan waar je er niet bij kan? Wat is dat toch? Hij doet het er gewoon echt om. Nou zeg, wat liggen jullie nou bij elkaar? Oké, er zijn dus twee redenen waarom het stom is dat ik net zei dat ik pas om 10 uur mijn bed uitging en dat dat stom was. Eén, omdat het eigenlijk 10:30 was. Oké, 10:15. En ten tweede, omdat ik me daar eigenlijk helemaal niet voor moet schamen. Want ik heb net 3 maanden non-stop door de week mijn boek geschreven. En in het weekend school gehad. Dus amper eigenlijk een vrije dag. En ik zit nu in de periode te wachten totdat zeg maar, de redactie mijn boek heeft gelezen en geredigeerd heeft. Dus eigenlijk heb ik nu gewoon vakantie, soort van. Maar het is zo moeilijk om als freelancer zeg maar, echt toe te geven aan vakantie. Omdat je altijd wel dingen kan doen. Maar het moet eigenlijk wel. Ik moet eigenlijk gewoon even vakantie nemen. Dus het is niet erg dat ik nu pas aan mijn leven begin. Aan mijn dag. Oké, ik ga hem bijmaken. Ik heb deze doos gekregen van mijn schoonmoeder. Met allemaal lekkere boeketeetjes. Dus daar begin ik mee. Turmeric. En ik ga even een broodje eten, denk ik. Want ik heb nog brood. Vegan gebraden gehakt heb ik nog. Ik vond hem, ik wilde hem proberen, maar ik vond de grillworst echt veel beter. En deze heb ik nog over van iets, of nou ja, hadden vriendinnen meegenomen. Dus die ga ik proberen. En dat samen op een broodje wordt altijd je brood in driehoekjes snijden, want dan smaakt het lekkerder. Dat is echt, dat is wetenschappelijk bewezen, jongens. Nou, ik zit maar weer eens hier. En ik ga even de vlog van gisteren editen. En het is mijn doel dus om dat echt zo kort mogelijk in zo kort mogelijke tijd te kunnen doen. Want anders is het, weet je, als normaal dan edit ik, doe ik soms wel 2 dagen over een edit voor een dit gebeurt er als video. Ja, dat kan natuurlijk niet als je dagelijkse vlogs maakt. Dit is eigenlijk best wel lekker, hè? Lekkere werkhouding ook, zie ik al. Top. Lekker dat nekketje. Nekketje? Lekker dat nekje even zo. Hoppatee. Dat vindt het ruggetje fijn. Kan ik nog iets meer woorden met tje zeggen, denk je? Cadeautjes. Nee, niet cadeautjes. Pakketjes uit paktijd. Deze heb ik binnengekregen. En die heb ik nog niet uitgepakt. Welkom bij de Titty Club. Oh ja, dit heb ik gekregen omdat het ter promotie is van een nieuwe serie op Net 5. De K van Carlijn met Tjitske Reininga. En zij speelt een jonge vrouw die borstkanker krijgt. De diagnose borstkanker. Net als 1 op de 10 vrouwen wereldwijd. Wow. Gezonde borsten zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend welke vorm ze ook hebben. Daarom willen we je dit mooie shirt van Tits cadeau geven. We hopen dat we met de K van Carlijn, die serie dus, borstkanker nog beter bespreekbaar kunnen maken. Hashtag de K van Carlijn. Super belangrijk onderwerp natuurlijk. Als je nog niet regelmatig je borsten checkt, dan is dit een goede dag om daarmee te beginnen. Je kan op internet, moet je gewoon even googlen op van die plaatjes hoe je dat moet doen. Waar je op moet drukken en waar je moet voelen en zo. Het is echt wel belangrijk om dat regelmatig te doen. Want als je iets, wel iets voelt, het gewoon meteen even laten onderzoeken.
kan niks zijn, maar het kan ook wel wat zijn. En dan ben je er liever op tijd bij, natuurlijk. Dus, even kijken, wat zit hierin? Stickers. TV-stickers. Nieuwe Linda magazine. Fijn. En dus dit shirt. Hoe fantastisch. Wacht, ik ga hem even aandoen. Hoe goed is dit dan? Oké, belangrijk jongens. De K van Carlijn. Mocht je nou denken, ik wil dit shirt ook, dan is het in ieder geval fijn om te weten dat het 100% organic cotton is en fairly made in Turkey. Dus, dat is prettig. Ik heb nog een pakket gekregen, die heb ik al uitgepakt, van Bio Lekker Voor Je. Dat is dit pakket met allemaal lekkere producten. Onder andere te koop bij de Ecoplaza dus. Oh, dit is helemaal top dit. Pindakaas. Cooking cream. Oké, ja, nice. Wijnsteenpoeder. Hoe gebruik je dat? Wat is dat? Appelperensiroop. Agavesiroop. Oh, dat zijn echt allemaal producten die ik gebruik. Dus dat is fijn. Nutella. Nog wat meeldingen. Havermelk. Amandeldrink. Dat is nou net een van de minst duurzame plantaardige melk die je kan kiezen. Dus daar ben ik dan weer geen voorstander van. Maar wel lekker dit allemaal. Oh, er zit hier nog iets. Gedroogde gist. Waar gebruik ik dat voor? Om brood mee te bakken zeker. Oké, ik moet aan het googelen gaan. Oh, wacht. Laatste ding wat ik nog moet laten zien. Want ik heb van Max een soort kerstpakket gekregen. Omdat ik natuurlijk een van zijn talenten ben. Want hij, Max, mocht je dat niet weten. Max managed een aantal mensen. Waaronder Masha. Hij doet ook soort van een beetje mijn management. Als in, als ik bijvoorbeeld een samenwerking heb, dan doet hij het financiële gedeelte afhandelen en zo. Want dat is fijn als je dat zelf niet hoeft te doen. Maar ik heb dus een soort van kerstpakket gekregen. Lang verhaal. Blablabla. En daar zat dit in. Hold your beer. Dit is 2 kilo pindakaas. Met witte chocoladestukjes. Van de pindakaaswinkel. Hoe insane. Ik ben heel benieuwd hoe snel we dit op krijgen. Won't take long. Linda is net bij Bowie gaan liggen. Kijk. Hoe ontzettend is Bowie het daar niet mee eens? Kun je nog iets vuiler kijken, Bowie? Het is wel weer gezellig hier, hoor. Ik ga koken. En we hebben deze gerechten nu in de vegan box. Veggie loaded noodles. Of lasagne met linzenbouillon. Die ziet er ook goed uit, hoor. 55 minuten. Ain't nobody got time for that. Nu hoor. Ja, dan wordt het toch de veggie loaded noodles, denk ik. Zo, Rijntje. We gaan het bord opmaken, ho. Waarom zijn die sliertjes opeens zo stijf? What have you done with the noodles? Ik heb er niet van. Jezus, man. Dit is het gezondste wat er ooit gemaakt is op aarde. Eet smakelijk. Het is 5 over 5 en wij hebben netjes ons eten op. Nederlanders dat wij zijn. Nou, moeder, het was weer genieten. Wat schaft de pot morgen? Wat geef je het cijfer? Wat geef ik het cijfer? Wat geef je het gerecht voor cijfer? 6,5. Ik heb een nieuwe camera nodig. Want deze camera heb ik geleend van Masha. Omdat ik de mijne kapot heb laten vallen. Die heb ik opgestuurd om te laten repareren. Maar dat was niet meer mogelijk. Dus die hebben ze in beslag genomen. Deze heb ik nu van Masha geleend, maar die was al helemaal kapot. En ja, het is gewoon echt geen werken. Wat ik doe als ik nieuwe spullen nodig heb, wilde ik even vertellen. Want ik ga dan natuurlijk eerst kijken of ik het tweedehands kan kopen. Nu zoek ik al een hele tijd dus een specifieke camera op Marktplaats. Maar hij is er gewoon nooit. Oh. Dus ja, dan toch maar nieuw kopen. Dus ik kijk nu bij lokale winkels of ze hem hebben. En dan ga ik die bestellen. Het is echt heel erg hard nodig. En ja, het is mijn werk. Want wist jij dat spullen het nummer 1 ding is waar de gemiddelde Nederlander zijn ecologische voetafdruk mee vult? Om het zo maar even te zeggen. Ja, spullen, vlees eten en de woning, volgens mij, zijn de 3 dingen die voor de gemiddelde Nederlander dus de meeste impact hebben. Dus negatief impact op de aarde, om het zo maar te zeggen. En ik vind het altijd belangrijk om te zeggen, Furby ook,
Omdat we het in de media en op social media zo constant hebben over, weet je, plastic rietjes en koffiebekers en plastic verpakkingen in de supermarkt. Maar het is zo belangrijk om te weten waar voor jou de impact ligt, zodat je dan ook, ja, keuzes kunt maken die misschien heel makkelijk voor jou zijn, maar die wel heel veel impact hebben. In plaats van constant maar weer te lopen mierenneuken. De kop van Furby. In plaats van alleen maar te lopen mierenneuken over kleine dingen die uiteindelijk niet zoveel effect hebben. Oké, Furby is er klaar mee. Had je niet verwacht, hè? Zo'n betoog nog laat op de avond. Ik ook niet. Maar goed, is het al tijd om te gaan slapen? 8 uur. We moeten nog even. Ik zit echt gewoon te wachten totdat ik naar mijn bed kan. Nou, lieve mensen. Ik zou zeggen wel te rusten. Bedankt voor het kijken. Moet ik nog een soort van catchphrase of zo? Dat ik... Alrighty then. That's how the cookie crumbles. Weet ik niet. Ik zet hem even in optie.